Een van mijn vrienden zei dat ik Pornhub moest beginnen kijken en nu stop ik pinnen in mijn kut en zo. Hey hey, ik ben Jamila Baidoo en welkom op mijn kanaal. Sorry dat ik er de laatste dagen niet was. Ik was redelijk ziek. Was het corona? Was het geen corona? Ik ben nog altijd een beetje ziek. Is het corona? Is het geen corona? Ik heb geen idee. Maar ik was in ieder geval echt niet goed. Nu, ik ben ook wel in contact geweest met mensen die blijkbaar positief getest waren. Dus de kans was er of is er wel dat het corona was of is. Maar goed, ik zit hier. Ik kan niet dagen niks blijven posten. Dus ik heb hier een goed dekentje over mij. En I'm just gonna sit here and help some people out. Want, namelijk een van de laatste video's heb ik dus mental health besproken. En er waren heel veel mensen die daar zeiden van, amai, deze helpt mij echt enorm goed. Zou je nog eens een keer zo'n video willen maken? Dus bij deze heb ik weer op Instagram aan jullie gevraagd hoe dat het eigenlijk gaat met jullie. Ik heb daar een aantal dingen uitgetrokken en die gaan we dus vandaag bespreken. Ik denk dat het voordeel aan video's zoals deze is, ook al zit uw vraag daar niet tussen, de kans is groot dat ik heel veel dingen ga vermelden die dat ook voor u van toepassing zijn. Dus dat is wel een voordeel. Dus ik zou zeggen, luisteren, genieten, rustig aan. We zitten in een zen-moment. Ah ja, ik kom trouwens juist uit een douche, dus mijn haar is nog een beetje nat. Voor de mensen die denken dat dat al 7 jaar niet gewassen is. It is just a fucking a wet. Misschien moet ik nog eens een shout-out geven. Wow, dat is echt fucking lang geleden. De shout-out reactie komt van de video waarop dat ik dus al vertelde tegen u dat ik 5 kilo was afgevallen. En Olivia Francis reageert. Wauw, zo trots op u. Blijf volhouden, het gaat je lukken. Het gaat mij zeker lukken, omdat ik het zelf echt wil. En als ik echt iets wil, then I just do it. Hè? Maar goed, nu ga ik even naar de serieuze rumboeg. En ik ga starten met jullie vragen. Alles is anoniem uiteraard, omdat er nog wel redelijk heftige dingen tussen zitten. En ik wil niet dat iemand zijn naam voorbij ziet komen met het aanhangende verhaal en denkt van, oh shit, dat was niet de bedoeling. Dus alles is anoniem. Nu het eerste. Ik ben sinds kort bezig met gezond te eten, maar het sporten is een ding. I know. Het sporten is wel iets waarin je eigen serieus moet pushen. En dat heb ik zelf ook. Al vind ik dat het wel redelijk goed gaat, maar dat is echt omdat ik het wil. Ik denk dat je echt die wilskracht moet hebben van, zie, niemand anders kan het voor mij doen. Als ik dit wil bereiken, dan moet ik dat zelf doen. Dus dat helpt mij wel. Al moet ik zeggen dat ik momenten heb van, ik moet niet gaan sporten, ik heb geen zin. Maar ik heb het wel elke keer gedaan. En uiteindelijk voelde je nadien ook een pak beter dat je het wel hebt gedaan. Dus gewoon even doorzetten. Ik weet dat eten gemakkelijker is en dat dat iets is van, sommige mensen vinden dat andersom. Die vinden sporten gemakkelijker dan op je voeding letten. Maar in mijn geval vind ik het eten gemakkelijk. Dat wordt zo een vaste routine eigenlijk. En dat sporten is zo, de eigen pushen. Hè. Nu, het voordeel is wel dat 80% van een dieet eigenlijk bestaat uit je voeding en 20% uit sport. Dus als je je sporten is zou overslagen of het niet een keer doet, dan gaat dat niet zo'n heel groot effect hebben, denk ik. Maar natuurlijk, de combinatie van voeding en sport, ja, dat is natuurlijk een bom, hè, dat ontploft. Dus dat is keigoed. But you can do it, hè. Come on, you just can do it. Hè. Just go with it, jongen. Like, pak die gewichten vast en breek je armen en weet ik veel wat, totdat je gewoon nog op de grond ligt. En yeah, you're gonna be happy about it. Hè. De volgende. Ik ben zeer onzeker over mijn lichaam, omdat ik al wat rondere vormen heb voor mijn leeftijd. Ah, dat vind ik altijd zo'n moeilijke, hè. Want ik kan de situatie niet inschatten van de persoon in kwestie. Want ik zou eigenlijk al moeten weten, ben jij zelf... Vind jij dat zelf niet mooi om dat te zien? Of is dat omdat andere mensen dat zeggen? Snap je? Dat is al zo'n groot verschil. Want als je het zelf niet mooi vindt, dan kun je er iets aan doen. Ook als je nog jong bent, je huid trekt nog heel goed mee en zo. Dus dan is dat eigenlijk echt een top leeftijd om er iets aan te doen. Moest je dat willen. Maar als het is omdat andere mensen het zeggen en jij vindt van je eigen van, ja, ik vind mijn eigen eigenlijk niet te dik. Dan... Fuck that, hè. Ik bedoel, je moet gaan voor watgene waar jij voelt. Hè. Je moet niet luisteren naar wat andere mensen zeggen. En ook zeker niet kijken naar het perfecte plaatje, alsjeblieft. Stop ermee in die fucking boekjes en Instagram-foto's en zo. Stop met er naar te kijken. Iedereen is onzeker over zijn eigen op een bepaald punt. Dus je bent niet zo anders dan de rest, hè, geloof mij. En trouwens, rondingen. Ikzelf ben persoonlijk wel...
fan van een vrouw die dat iets van rondingen heeft. Je zult dat ook wel zien, hopelijk, bij mij. Mijn bedoeling is niet om echt zo strak naar beneden te gaan, snap je? Een vrouw vind ik persoonlijk, dat vind ik mooi, heeft rondingen nodig. Mijn mening. Dat zijn andere mensen dat denken van niet. Maar ik wil zelf ook wel rondingen. Ik wil niet zo echt mega strak naar beneden plat zijn. Dat is niet wat ik wil. Zeg gewoon tevreden met je lichaam. En als je er zelf echt niet tevreden mee bent, doe er dan gewoon iets aan. Ik voel me echt niet meer goed en ik moet het de hele tijd voor mijn ouders verbergen. Ik las die en ik dacht zo van... dat is juist het enigste wat je niet moet doen. Weet je wel, als je je eigen zo slecht voelt over iets, of het gaat niet goed met je, of je ligt s'avonds in je bed te wenen, of weet ik veel wat, praat daarover. Zeker met je ouders. Als je ouders daarvoor openstaan en je hebt een goede opvoeding en een goed gezin, zal ik maar zeggen, die daar openhartig met je omgaan, dan is het echt wel de bedoeling dat je daar ook over gaat praten. Dus alsjeblieft, verberg dat niet voor je ouders. Ook voor andere mensen dat kijken, als er iets met je is. Zie, dat zijn dingen, je hebt schrik om dat te doen, omdat je niet weet hoe dat die gaan reageren. Omdat dat een situatie is in het leven dat je nog niet hebt meegemaakt met je ouders. Eigenlijk heeft dat wel een goede uitdraai. Dus als die gewoon aan tafel zitten beneden of zo, je gaat daar gewoon bij zitten en zegt van, zie, ik moet wel even iets vertellen. En praat. En je zult wel zien dat die reacties gaan meevallen. Ik zeg het u, hangt af van de situatie, hoe dat je ouders zijn natuurlijk, want er zijn ook slechte ouders. Dus ik weet niet in hoeverre waar dat jij zit, maar als die het beste met je voor hebben, gaan die dat echt wel begrijpen waar het er ook aan de hand is. Mijn ex is bezig met een ander en ik heb daar zoveel pijn van, was ik dan echt niet goed genoeg? Het probleem hier is waarschijnlijk dat je te goed waart en dat je ex gewoon niet goed genoeg was. Je moet nooit de problemen of de handelingen van iemand anders op jezelf steken. Weet je wel? En het feit dat jij nu, op deze moment, naar mij dat bericht stuurt. En jij bent degene dat er nog altijd mee zit en daarvan aangedaan is. Dat is teken dat jij je eigen heel hard gegeven hebt en die persoon heeft zijn eigen afgeblokt. Dus de fout ligt echt niet bij u in dit geval. Je bent daar te hard naartoe getrokken en meestal schrik dat mensen ook af. Waardoor dat die dan keuzes maken van ik ga er hiermee stoppen. Of dit of dat of zo of zo. Het is tijd om los te laten, dat is het belangrijkste. Wetende dat er iets beter komt. Ik ben mijn leven gewoon beu. Alles wat ik doe is slapen, eten, TikTok, heb je tips. Ga je denken in deze tijd dat er echt heel veel mensen zijn die dat gewoon dat leven hebben. Ook omdat we niet veel niet meer kunnen doen. En hopelijk komt dat allemaal goed. En kunnen we binnenkort terug afspreken met mensen en dingen gaan doen. En terug gewoon een normaal leven leiden. Maar op dit moment is dat inderdaad een beetje iedereen zijn leven. Hè? Maar gezien, je doet wel de belangrijkste dingen. En dat is slapen, eten. En dan, ja, TikTok hoort er niet echt bij. Maar slapen en eten is een vorm van overleven. Dus ik vind dat je best wel goed bezig bent. Ik word niet geaccepteerd door mijn schoonmoeder na een relatie van 4 jaar. Geeft me echt onzekerheid. Heel veel mensen cijferen deze gegeven altijd weg, vind ik. Er wordt zo nooit over gepraat. Maar een band hebben met je schoonouders is altijd een ding in een relatie. Altijd. En als dat niet goed is, dan sukt dat. Want dat heeft ook enorm veel invloed op je relatie. Ik heb schoonouders gehad waar ik super mee overeen kwam. Ik heb schoonouders gehad waar ik gewoon nog niet eens naar kon kijken. Of wederzijds ook niet. Dat is niet gemakkelijk. Dat zou een beetje in het midden moeten staan. Want als het te goed gaat en je relatie beëindigt, dan moet dat gedeelte ook ergens achterlaten in je leven. En dan is dat ook niet gemakkelijk. Maar dat gesje. Maar ik denk dat je ook gewoon moet praten. Als je zelfs de kans hebt om met je schoonmoeder te praten en gewoon eens te vragen van, zie, waarom eigenlijk? Waarom krijg ik het gevoel dat jij mij niet kunt appreciëren of accepteren? Maar dat gebeurt echt heel vaak. Vooral moeders met zonen. Dat is het meeste wat er gebeurt. Omdat moeders een moeite hebben met hun zoon aan een andere vrouw te geven. Dat is echt, er komt zoveel voor. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. En ja, dan worden gewoon niet geaccepteerd. Hoe goed dat jij ook zij voor die gest, die moeder zal u nooit accepteren. Puur met zo'n tip van, ga jij het hier een beetje beter doen? Of, hè? Terwijl ik mijn zoon jaren heb opgevoed en nu word jij ermee lopen. Snap je? Die sommige vrouwen, moeders, hebben die kronkel in hun hoofd en die kunnen dat niet loslaten. Maar de oplossing hiervoor is volgens mij communicatie. Al is het met je vriend erover praten, al is het met zijn moeder erover praten. Komt allemaal wel goed. Ik wil graag een vriendje, maar de mannen willen mij precies niet. Doe ik iets verkeerd? Ik kan uit deze zin al afleiden wat je verkeerd doet.
En dat is het dus iets te graag willen. Op de een of andere manier vraagt men niet waarom, en ik ben er zelf ook totaal geen fan van, maar hebben mensen de drang om achter iets te gaan waar ze ook degelijk achter moeten gaan. Niet, mensen houden niet van naar hier wandelen en dat er iets anders ook naar hun wandelt. Mensen willen een soort, en zeker mannen, die willen een soort van jagen. Dus als ze naar daar wandelen, is de bedoeling dat jij naar daar wandelt. En dat ze u gaan tegenhouden en u meetrekken naar hun kant. Dat is nu het verhaal van liefde, spijtig genoeg. En als je te hard iemand wilt en je laat te hard zien van ik ben gemakkelijk en ik kan binnen 24 uur alles over mij vertellen tegen u, die willen dat niet. De mens wil altijd iets van mysterieusheid, snap je? Je moet iets van mysterieus zijn naar je crush of je partner of weet ik veel wat toe. Om het spannend te houden. Je moet denken dat je nog een heel leven met elkaar zou moeten gaan. Daar begint het toch een relatie voor, denk ik. In de meeste gevallen mislukt dat spijtig genoeg, maar dat is wel de bedoeling en de intentie wanneer je in een relatie start. Als je alles binnen de week gaat vertellen over je eigen, dan gaat dat heel snel saai worden. Is de kans groot dat de interesse van de persoon in kwestie naar iemand anders gaat en dat jij eenzaam en alleen achterblijft. Dus hou het altijd een beetje mysterieus. Vertel niet te veel over je eigen. Laat ze zoeken naar antwoorden, snap je? En ook niet te hard willen. Want dat is uw vraag hier ook, van doe ik iets verkeerd? Ja, ik denk dat je dat echt te hard wilt. Ik denk als een man zijn eigen dan al openstelt naar u, dat jij zoiets hebt van, of een jongen, hè, dat jij zoiets hebt van, oh ja, oh, grijpen. Maar that's not working. Dat is altijd het tegenovergestelde wat je er eigenlijk van wilt. Dus rustig aan, laat zien als vrouw dat je niemand nodig hebt en dan komen ze als vliegen op stront. Een van mijn vrienden zei dat ik Pornhub moest beginnen kijken en nu stop ik pinnen in mijn kut en zo. Ja, kijk, ik kan maar één ding zeggen. Die periode gaat ook over. Dat is echt grappig, want no offense, je moet dat weten. Wie heeft dat niet gedaan als kind? Hè? Ik bedoel, oh my, ik heb een seksscène op tv gezien. Laat ik nu een pen of een wortel of iets anders in mijn foef steken. We all did it. Hè? En als dat niet zo is, yeah, I fucking did it. Hè? Ik denk echt dat veel, zelfs bekend allemaal de meisjes dat ooit hebben gedaan. Maar dat zijn zo van die dingen waar niemand over spreekt. Daarom ben ik er, om dat wel te doen. Maar geloof mij, als je experimenteert dat je jong bent, dan steekt alles wat er toegankelijk uitziet gewoon er ook in. Maar dat gaat wel voorbij. Je moet er niet over stressen. Zie gewoon dat die pen niet ineens openspringt en dat al die inkt in je vagina loopt, want dat zou wel eens een probleem kunnen zijn. En misschien is het ook beter dat je er geen pennen in steekt. Nu besef ik dat wel op mijn leeftijd. Hier ook een vinger, weet je wel? Dat is het meest logische. Moest je dan toch willen experimenteren. You can put your finger in it. Yeah. Straks een artikel ophouden. Alleen Jamila steekt pennen in haar foef. Yeah. De volgende. Mijn probleem bent jij. Dat is ook een heel veel voorkomend probleem bij mensen in Vlaanderen. Dat die een probleem hebben met mij. Nu, dat kun je ook gewoon oplossen. Er is eigenlijk één juiste oplossing voor. En dat is gewoon focus te wijgen niet op de dingen die dat je haat. Dus je gaat ook niet kijken naar die persoon dan. Of je ontvolgt mij gewoon op YouTube. En doe dingen die dat je leuk vindt in je leven. Ik doe unief, maar ik teken en zing vaak. Ik deed musical, ik wil YouTube starten, maar ben onzeker of het me zal lukken. Ah wel, heel kort en bondig en simpel. Als je het niet probeert, ga je het ook nooit weten. En dat is ook echt gewoon een feit. Je hebt daar niks aan te verliezen. Als je YouTube-video's begint te maken, dan kan dat werken, dan kan dat niet werken. Dat maakt ook niet uit, weet je wel? Zolang dat je het maar met plezier doet, en dat je het kunt blijven volhouden omdat je het ook met plezier doet. En na een tijd zal dat wel groeien. Elke stap die dat je zet, is toch nog altijd een stapje vooruit, snap je? Het is niet dat je achteruit gaat. Dus ik zou daar gewoon mee starten en gewoon zien wat dat geeft. Maar als je dat niet gaat doen, ga je altijd met de vraag zitten van oh, wat als ik het wel had gedaan? En het zijn vooral die vragen in je leven dat je moet kunnen uitsluiten, denk ik. Op elk vlak. Als jij een vraag hebt van wat als ik dat wel had gedaan, probeer ervoor te zorgen dat je dat dan ook wel hebt gedaan. Snap je? Als student hoger onderwijs is elke dag heel eentonig en motivatie is ver te zoeken. Dat kan ik volledig snappen ook, maar ik denk dat je vooral moet denken aan waarom dat je daar zit en wat het de toekomst daarin gaat brengen. En dat dat nu misschien even niet motiverend is en moeilijk is, maar doe het voor hetgene waarvoor dat je daar in de eerste plaats zit.
Jij zit daar niet omdat je de rest van je leven daar wilt zitten. Jij zit daar omdat je er iets mee wilt bereiken. En ik denk dat je vooral een einddoel voor ogen moet hebben en dat je daar naartoe moet werken. Altijd. Op welk vlak dan ook. Als je iets minder leuk vindt van hetgene waar je aan het doen bent, denk gewoon aan het verdere doel dat er eigenlijk aan vasthangt. Probeer dan al de kleine stapjes te ondernemen om daar te geraken. Ik ben bang om mijn vriend te verlaten, maar hij kwetst mij langs alle kanten. Ik hou van hem. Hier heb ik heel veel ervaring mee. En ik kan u met een gerust hart vertellen, you don't love him. Je houdt daar niet van. Je houdt van het idee dat hij zou kunnen zijn. Je houdt van hetgene dat jij op het begin in je hoofd over die mens gecreëerd hebt. Want iedereen doet zijn eigen op het begin, blijkbaar, beter voor dan dat ze eigenlijk zijn. En uit dat beeld heb jij een persoon geschetst waarvan dat jij ook echt gelooft dat die zo is. Maar die is niet zo. En dat moet je accepteren. Dat gaat ook nooit terugkomen, want dat is er ook nooit geweest. Dat was een leugen die dat jij hebt geloofd. En een leugen gaat niet ineens waarheid worden. Zeker niet op relatievlak. Dus nee, jij houdt daar niet van. Jij houdt van het idee dat jullie zouden kunnen zijn. Je houdt van de tussenkleine momentjes die dat wel positief lijken te zijn. Zoals een knuffel of een kus of dit of dat. Dat is hetgene waar je van houdt. Maar geloof mij, je houdt niet van de persoon die dat je slecht behandelt. Niemand houdt daarvan. Of je houdt van het idee van waar het hem zou kunnen zijn. Of je houdt te weinig van je eigen. Het is één van de twee. Ik vind het vaak moeilijk om mijn mening te uiten omdat ik bang ben wat mensen van mij gaan vinden. Ik vind dat een goede vraag van mij, want ik ben wel iemand dat redelijk rechtuit is. En ik heb wel een serieuze mening over alles. Hetgene waar je moet bezitten als je je mening uit. En dat is eigenlijk echt een... Jij spreekt deze enorm tegen in ene zin. Ik vind het vaak moeilijk om mijn mening te uiten, omdat ik bang ben wat mensen van mij gaan vinden. Als je je mening volledig wilt uiten naar alles en iedereen, dan moet je dat wel kunnen bezitten dat het je niet boeit wat mensen ervan vinden. Want een mening uiten brengt altijd verschillende meningen met zich mee. Er zal altijd iemand voor zijn en iemand tegen zijn. Er zullen altijd discussies over ontstaan. Dus eigenlijk maakt het niet uit wat dat jij zegt. Vanaf dat je je mening uit, dan is er eigenlijk een soort van veld geopend waarin dat er allemaal andere meningen mee inspringen. En je moet nooit verwachten dat iedereen diezelfde mening als die van u gaat hebben. Dat bestaat niet. Bij mij ook niet. Ik heb veel mensen dat dezelfde mening delen. Maar ik heb zoveel mensen dat niet dezelfde mening delen. En wat ik doe, is mijn eigen gewoon focussen op de mensen dat wel dezelfde mening delen. En de rest moet maar op een ander kanaal een andere mening gaan zoeken. Dus niet bang zijn. Vanaf dat je mening echt wilt uiten, moet je ervoor zorgen dat je ook niet bang bent voor de reacties er rond. Ik kan niet tegen veranderingen. Al is het heel klein, ik begin gewoon te huilen. Ja, ik heb dat ook gehad. Nog altijd een beetje. Ik heb heel veel moeite met gewoontes op te geven. En waarom doen wij dat? Omdat wij alles... moet ik dat zeggen? Als je ergens in zit, dan is het bang om daaruit te gaan, omdat je niet weet wat het vervolg daarvan is. Dingen die dat je nooit gekend hebt, of dingen die dat veranderen, kunnen positiviteit met zich meebrengen en kunnen negativiteit met zich meebrengen. En het is de angst van het onwetende dat u eigenlijk angstig en ongelukkig maakt. Als je een vaste gewoonte hebt en die verandert ineens, dan is dat heel beangstigend omdat je niet weet van shit, gaat het volgende beter of slechter zijn? Iedereen wil in zijn leven alleen maar beteren. En de angst om slechter te gaan dan hetgene wat je hebt, is vrij groot. Maar dat moet je echt opzij kunnen zetten. Er gaan positieve dagen zijn, er gaan negatieve dagen zijn, er gaan positieve dingen in je leven komen, er gaan negatieve dingen in je leven komen. Maar je moet dat echt een beetje impulsief bekijken en denken van het is een avontuur. En een avontuur heeft ook zijn negatieve kanten nodig. En je moet daar echt doorgaan. En in elk negatief ding zit ook iets positiefs. Dus probeer je gewoon altijd op de positieve dingen te focussen, waardoor dat je eigenlijk altijd omringt met positiviteit. Iedereen weet wat hij wil doen in het leven. Ik zit hier nog op school en ik maak precies geen vooruitgang. Ah wel, dat was ik vroeger exact pakt. Zo ergens in het middelbaar of zo. De moment dat wij moesten kiezen wat we wouden doen in ons leven. Ik vind dat ook een marginaal belachelijke leeftijd dat je op je 12 jaar moet kiezen voor wat je wilt gaan studeren. Als ik op mijn 12, terwijl ik pieken in mijn 15 aan het steken, weet wat ik in mijn leven wil doen. Maar goed, het wordt wel van ons verwacht. Dus je zegt dat maar iets en ik heb ook de verkeerde keuzes gemaakt, want ik heb verkoop gedaan. Dat is wel echt de sector waar dat ik nu in zit. Maar ik voel me wel exact hetzelfde als wat deze meisje voelt.
Omdat die... Ja, ik weet dat niet. Ik heb dat echt heel hard gehad vroeger. Ik kon zo aan iedereen rondom mij vragen. Ah, wat willen jullie later worden? Wat zou jij willen doen? Wat zou jij willen doen? En iedereen kon er zo vlekkeloos een antwoord op geven. En ik zat er echt zo te denken van... zou ik nou straks die vulpen pakken? Die een markeerstift of die een bik? Allee, al snapte we. Soms kan ik ook echt niet met mijn eigen. Zo. Goed, genoeg van bikken en dingen in uw foef steken. Oké, ik kon daar nooit op antwoorden. En dat was heel frustrerend. En dat heeft nog jaren aangesleept. Het moment dat ik degelijk moest beginnen werken... was 18, moest beginnen werken... dan wist ik het nog niet. Ik heb zoveel jobs gedaan in mijn leven, mensen, waar ik zo ongelukkig van weer. En dat ik echt dacht van, fuck my life op deze moment. Ik ging met tegenzin uit mijn bed. Met tegenzin ging ik die bus op in de tijd nog. Met tegenzin in mijn auto stappen altijd. Ik kwam met tegenzin binnen op dat werk. En ik was zo ongelukkig. En ik was die minuten aan het aftellen totdat ik terug naar huis mocht. En dan heb ik een job gevonden en dat was chauffeur. Ik vond dat echt plezant om te rijden met een auto. Dus ik dacht, ja, een soort van taxi-achtig gebeuren. Ik ben gaan solliciteren bij een bedrijf. En ik mocht de mensen van hun werk naar huis brengen en dit en dat. En ik was op verschillende plaatsen. En ik vond dat echt tof dat ik niet in één ruimte vastzat. En ik heb daar wel plezier uit gehaald. Maar ook weer momenten, na een tijd begon dat ook hetzelfde te worden. Van, oh, ik ben beu. En dan heb ik YouTube ontdekt. Dus weet je, mocht u mij geen zorgen. Dat komt wel goed. Ook al voelde dat nog niet van wat je wilt doen. Ik ben nu mega gelukkig met hetgene wat ik doe. Soms wordt het mij ook te veel. Maar mijn hart ligt er nog altijd. En dat bij geen één job in mijn leven heeft mijn hart daar gelegen. Like echt nooit gewoon. Dus geen stress. You will find your way. Ik ben aangerand door mijn broer toen hij dronken was. Maar ik wil hem niet verklikken. Dat is ook weer zo'n extreem geval deze. Ik heb er geen ervaring mee, dus ik kan er niet veel op zeggen. Maar, alsjeblieft, deze is wel iets waar je moet verklikken voordat er misschien verdere slachtoffers vallen of weet ik veel wat. Ook al was die dronken, dan zat de mens zich de waarheid aan, hè? Dat zeggen ze toch altijd. Iemand dat dronken is, is gewoon vrij los in hetgene waar ze van binnen ook voelen. Snap je? Dus ik zou dat wel vermelden. En misschien al niet gewoon tegen je ouders, maar gewoon instant tegen de police of zo. Dat is je eigen broer. Ik snap dat dat moeilijk is, maar you can save people with that, hè. Mijn best friend vertelt aan iedereen leugens achter mijn rug. Ik vind dat verschrikkelijk dat best friend en leugens achter mijn rug in dezelfde zin staan. Je kunt niet iemand die dat leugens achter je rug vertelt een beste vriend of een beste vriendin noemen. Dat gaat niet. Dan ben jij als persoon redelijk naïef. En wordt het tijd dat je gaat beseffen, ik verdien beter. En elimineert die mensen uit je leven. Gooit die mensen uit je leven. Dat is echt belangrijk. Blijf niet hangen bij zo'n volk. Ook al denk je dat je niemand anders niet meer gaat hebben. Je hebt liever niemand anders niet meer. En een soort van zelfvertrouwd gevoel. Dan dat je wel zo iemand hebt die dat je altijd slecht laat voelen. Zo. En dat was de laatste voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie weer een beetje heb kunnen helpen. Ik zeg het, ik ben geen dokter, mensen. Ik kan alleen mijn eigen ervaringen delen. Dat is hetgene wat ik probeer te doen. En ja, yeah, I hope it helps, hè. Als je nu wilt dat ik deze nog eens doe, misschien moet ik dat ook wekelijks doen of zo. Eén keer per week zo is deze video waarin dat jullie gewoon praten over dingen en dat ik daar iets of wat probeer mijn ervaring met jullie te delen. Laat me dat weten of je dat leuk zou vinden. Abonneer ook zeker op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik hoop jullie morgen terug te zien om 5 uur. En dan wens ik iedereen een super fijne avond toe. Dikke kus. Mwah. En doei!